hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Wij zitten alweer in de auto en wij gaan richting Amsterdam. Want Nesim heeft straks dus een fotoshoot. En hij heeft mijn bril op trouwens. Het ziet er echt niet uit. Hij heeft vandaag dus een fotoshoot. Maar hij heeft dus laatst lopen sparren. Dus heeft een beetje blauwe plekken hier. Dus hij neemt mij mee vandaag als visagist. Oh, make-up artist. Mariemma. Dus ik heb mijn foundation mee en een nieuwe beauty blender. Ben jij best vanaf nu ook te boeken? Nee, alsjeblieft niet. Ik heb daar. Ze neemt alleen foundation mee. Nee, ik heb ook poeder mee. Oh, ik heb poeder mee. Wat moet ik nog mee doen? Lipstick mee? Stel je voor als je make-up artist bent, je neemt altijd maar twee dingen mee. Maar wat gebruiken ze anders bij jou dan? Ja, maar ze komen bij mij. Ja? Oh, niks. Ja, ze komen wel met zo'n hele tas, maar ze gebruiken maar twee dingen. Ja, dat kan ik ook hoor. Ik ga niet zo'n hele tas meenemen. Ik ben geen make-up artiest. Dat is dus wat we gaan doen vandaag. En omdat wij heel erg vroeg zijn vertrokken, is Nesim zo heel erg lief om langs de Starbucks voor mij te rijden. Zodat ik mijn amandelmelk cappuccino kan halen. Ik ben vandaag heel sportief gekleed. Want ik heb een hoodie aan van Nesim van Puma. En ik vind het gewoon heel erg gezellig. Ik ben al black alweer. Ik heb echt de laatste tijd echt heel veel black vibes. Mensen vonden die body voor zo leuk. Ja? Ja, dat ik zag de reacties. Oh zo, ja. Ik denk het wel. Bedankt voor de lieve reacties over de bodyvlogs. Hey Nesima! Ga je een cappuccino nemen? Ja, dankjewel. Jongens, door hem heet ik weer Patricia. Ik haat mijn leven. Robert en Patricia. We zijn inmiddels in Amsterdam en het zonnetje schijnt opeens. Daar ben ik echt heel blij om. We hebben echt best wel snel een parkeerplaats kunnen vinden. Ja. Dus daar hoef ik niet over te klagen. En we hebben genoeg tijd om ergens te gaan eten. Jongens, jullie weten niet hoeveel moeite we hebben gedaan. Een parking te zoeken. Oh. Eten te zoeken. Ja, ik heb het niet verteld. We wouden dus naar de Cicconi's gaan. Maar die hadden dus op het moment alleen maar een all-you-can-eat buffet. Want het is weekends en daar hebben we niet rekening mee gehouden en dat wouden we niet en we hadden nog maar een half uurtje. Dus toen zijn we naar de shoot gegaan, toen hebben we daarna opgezocht wat we wouden eten en dat was echt rampzalig, overal geen parkeerplek. Maar we hebben een Libanese restaurantje gevonden hier en we hebben eindelijk parkeerplek en dus we gaan weer lekker Arabisch eten jongens. We zijn nu dus aangekomen. Arabisch tentje, het is hier lekker leeg. Ik denk dat het niet leuk is nu. We hebben alles even besteld, dus ik ben echt benieuwd. Wat schrijven wij nu een spot? We hebben hier lekkere garnalen, tabula, spinazie en inktvis. En Nesim heeft een soepje. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik heb net gedoucht en ik moet zo uit huis. Ik had eigenlijk vandaag heel vroeg een afspraak. Maar die is afgezegd vanwege het coronavirus. Omdat ik dus 2 weken terug nog in Bali ben geweest. Wouden ze liever niet die risico nemen. Dus hebben ze mijn afspraak afgezegd. Vind ik prima, want nu kan ik lekker rustig gaan ontbijten. En daarna vertrekken naar mijn andere afspraak. Wel raar dat het nu echt zeg maar zo ver is gekomen dat er nu ook afspraken worden afgezegd en zo. En in het weekend zal ik ook bezoek krijgen. Maar die hebben het ook gewoon afgezegd. Want vandaag is op het nieuws is gekomen dat het Maastad ziekenhuis is gesloten. Omdat er dus iemand besmet was geraakt met coronavirus. En ja, mensen zijn dan gelijk bang. Ik snap het ook wel, dus prima. Maar ik ga me nu even klaarmaken en even een eitje bakken, denk ik. En dan rustig gaan doen naar mijn tweede afspraak. Ik heb eigenlijk mijn haren al gedaan, maar ik heb ze even in een handdoek gewikkeld. Want ik ga nu even eitjes bakken. En ik vind het echt zo vies als die geur in mijn haar komt. En vrouwen met krullen, die snappen dit. Want als je krullen hebt, alle geuren blijven gewoon in je haar hangen. En dat wil ik echt absoluut niet. Ik vind het zo goor. Jongens, ik zit eindelijk in de auto. Ik heb mijn coconut mee. Die ga ik lekker drinken onderweg. Ik ben even een uurtje onderweg of zo. Ik moet even naar de arts toe. Ik heb hier een tijdje geleden verteld dat ik bezig was met mijn darmonderzoeken. Dat ik dus een speciaal dieet daarvoor moest volgen. En toen had ik in februari nog een vervolggesprek. En het zag er veel beter uit. En nu is het alweer maart. 2 maart. En nu heb ik weer een onderzoek om te kijken hoe het er nu voor staat. En ik ben echt heel erg benieuwd. Alleen ik heb wel echt
het is heel doms gedaan, want ik heb gisteren dus gewoon chili con carne gegeten. Dat was niet echt de bedoeling, denk ik. En ik heb af en toe gecheat, maar ik heb eigenlijk best wel gezond voor de rest geraakt. Natuurlijk op Bali heel gezond gegeten en zo. Dus ik ben heel benieuwd naar de resultaten. En ik ben ook heel erg benieuwd of mijn cheat days dingen hebben verpest. Zoals gisteren met chili con carne, of het zeg maar zo snel gaat. Maar dat laat ik jullie allemaal weten. Goedemiddag, mijn lieve vrienden. Ik ben nu weer onderweg naar huis. Teleurgesteld, want mijn uitslagen waren dus gewoon veel slechter dan in februari. En dat betekent dus de kleine snackjes die ik tussendoor heb gehad. En de chili con carne van gisteren en de frikandellen soms tussendoor. Dat ze dus alles weer zo goed als verpest hebben. En dat ik even weer normaal moet doen. Ik was net zo goed bezig. Ik dacht echt dat ik heel goede resultaten ging zien. Maar omdat de vorige al goed waren, dacht ik, ah, dat komt wel goed. Maar nee, het komt niet goed. Ik ga weer even normaal doen. Maar ik heb besloten om vandaag gewoon lekker te gaan snacken. En dan morgen te gaan beginnen. Dus ik ben nu bij de Starbucks. En ik ga lekker bananencake nemen. Dit is echt by far de beste bananenbrood ever van Starbucks. Heerlijk. Goedenavond mijn lieve volgers. Ik heb de rest van de dag eigenlijk thuis gezeten. Wachtend op mijn man. Tot hij kwam. Want ik had een verrassing. Ik had namelijk bananen. Een brood voor hem meegenomen. Dat vond ik zelf heel erg leuk. Maar hij is niet meer thuis gekomen. Hij is gaan trainen. En hij had daarna allemaal dingen nog te doen in zijn kantoor. En toen belde ik hem voor de laatste keer, want ik heb hem heel het lopen facetimen. En toen zei hij dat zijn vriend gewoon daar opeens naartoe kwam. Dus hij heeft me gewoon laten zitten vandaag. Daar komt het op neer. Hij heeft me gewoon laten zitten. Het maakt niet uit. Want ik ga nu, dat is echt heel lang geleden, ik ga nu naar Honey. En ik heb Honey eigenlijk ook wel gemist. Ik heb spekkoek voor haar mee. En ik heb allemaal rood vlees uit de vriezer voor haar mee. Dan kan zij daar lekker mee koken. Want zij houdt echt van rood vlees. Dat is een beetje mijn avontuur van vandaag. Woehoe! Ja! Ik ben back, bitches. Met de enige echte Honey. Woehoe! Wij zijn bij de McDonald's. We hebben burgers gehaald. We gaan vandaag helemaal los. Altijd eten. Het is echt lang geleden. Maar ja. Altijd als ik jou zie, eet ik. Ja, we eten wel goed samen. Wij zijn bij Honey. Wat een gezelligheid. Ik laat jullie mijn McDonald's bestelling zien. Ik heb macarons in de aanbieding. Kijk maar even. Ik heb een grote cola. Ik heb een grote friet. Ja, ja. Als je die even neukt, moet je het ook goed doen. Frietsaus. En een McChicken. En Honey heeft een Big Mac menu. Oh, ik heb zin. Dit heb ik echt gemist. Een friet met frietsaus. Ja. Ja, lekker begonnen. Oh, de friet met frietsaus. Dankjewel. Ik belde Honey. En Honey zei, ik heb nog niet gegeten. Toen zei ik, ik heb vandaag zin in burgers. Dus dat gaan we doen. Hallo lieve mensen. Ik ben inmiddels aangekomen en ik ben aan het wachten op Nes. Die komt er ook zo aan. We zijn ongeveer tegelijkertijd vertrokken. Ik wil graag nog even wat melden. Dit vind ik wel even belangrijk om even aandacht te geven. Elke keer eigenlijk als ik live kom op Instagram of ik doe een Q&A op Instagram, krijg ik altijd de opmerkingen met je bent in je vlogs veel liever dan hier en dat soort dingen. Dus dat vind ik eigenlijk wel belangrijk om even te melden. Ik reageer wel eens bot of pittig op heel domme, ik vind heel domme vragen van mensen. Ik vind het heel erg leuk om een Q&A te houden. Maar op het moment dat ik een vraag krijg waarvan ik denk van wat is dit voor een vraag of wat een domme vraag. Of dat je sowieso de lef hebt om zoiets te vragen aan mij. Dan kan ik nog eens pittig antwoorden. En dan reageren mensen met oh in je vlogs ben je heel lief en hier niet. Nou, dat vind ik eigenlijk wel grappig. Ten eerste wil ik wel even melden dat ik het heel erg leuk vind dat jullie mij lief vinden in mijn vlogs. En ja, ik kan wel lief zijn. Maar ik wil ook heel graag benadrukken dat ik gewoon
een heel sterk karakter ook heb. Dus ik ben best wel lief. En ik kan ook best wel lief zijn voor de mensen om me heen. Maar ik ben ook iemand die heel goed haar grenzen kan aangeven. Als iets mij niet bevalt, dan hoort iemand dat ook. En ik kan ook gewoon heel pittig zijn. Dus de mensen die mijn vlogs kijken, ik hoop niet dat jullie een verkeerd beeld van mij krijgen. En alleen maar denken dat ik de hele dag door aan het lachen ben. Iedereen lief aan het doen ben. Ik heb gewoon ook best wel een sterk, pittig karakter. En daar ben ik eigenlijk heel erg trots op. En ik ben ook altijd iemand die mijn mening overal opgeeft. En die echt niet bang is om haar mening te geven. Of voor zichzelf op te komen. En ook al is het soms op een botte manier. Ik vind het wel belangrijk om te melden. Ik weet niet waar het vandaan komt. Dat mensen denken dat ik alleen maar lief ben. En ik wil eigenlijk ook wel melden dat mensen best wel naïef zijn als ze denken dat iemand de hele tijd lief is. Omdat iemand in zijn vlogs alleen maar de leuke en vrolijke momenten laat zien. Ik ben natuurlijk, als ik aan het vloggen ben, in mijn eigen bubbel, met mijn eigen mensen. En die kennen mijn grenzen ook. Dus ik hoef zeg maar nergens zeg maar boos om of weet ik veel. Ik hoef me nergens druk om te maken. Maar op het moment dat ik een Q&A hou, krijg ik 9 van de 10 keer heel leuke vragen. En die ene keer vind ik de vraag misschien niet zo tof. En kan ik bot antwoorden. Dat is volgens mij heel normaal. Ik hoop dat jij op sommige momenten in je leven ook je grenzen kan aangeven. En ook gewoon pittig kan zijn. Dat is heel erg belangrijk in het leven. Je moet in het leven niet alleen maar lief zijn. Dus ja, dat. Ik dacht zeg maar dat het wel normaal was voor mensen om te denken dat iemand meerdere kanten heeft. Je kan niet alleen maar één ding zijn, weet je. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. En normaal gesproken is het liever dat ik de woensdag ook meepak. Maar volgens mij heb ik weinig vlogmateriaal. Dus ik neem deze halve dag ook even mee. Ik ben even mijn gezicht aan het insmeren. Ik heb net lekker gedoucht. Ik ga even mijn haren doen zo. En dan ga ik lekker mijn eerste koffie van de dag zetten. Ik vind het eigenlijk ook heel erg chill dat ik vandaag nog wel mee heb genomen met vlogs. Want ik ben vandaag dus officieel weer even begonnen met mijn dieet gewoon strikt te volgen. Geen gluten, geen zuivel. Om me weer een beetje beter te voelen. Zoals jullie weten heb ik afgelopen week het echt heel slecht gedaan. Ik ben enorm spijt van, maar goed, ik heb wel genoten. En ik begin vandaag dus weer helemaal strikt. Dat wil zeggen dus dat bij de volgende vlog ik helemaal strikt aan het eten ben. Dus dan kan ik mijn slechte week ook een beetje afronden met deze vlog. Ik ga even snel mijn haren feunen en dan zie ik jullie zo. Weer een pakketje voor Nessa gekregen van Puma. Ongelooflijk. En over pakketjes gesproken. Ik heb met International Woman Day heb ik dus ook een pakketje gekregen van Look Fantastic. Waar ik echt heel blij mee ben. Die ga ik dus nu voor jullie unboxen. Maar wat echt heel erg chill is dat mijn kortingscode weer geldig is op de hele website. Dat is Miriam Ahmari. Dan krijg je 20% korting op alles. Voor de mensen die trouwens nog niet bekend zijn met Look Fantastic. Het is een webshop waarop ze alles van beauty verkopen. De beste merken, parfums, make-up, skincare. Je kan er alles vinden. Een stuk goedkoper. En je krijgt ook nog een kortingscode van mij. Ze hebben mij dus voor International Women's Day een pakketje gestuurd. Meestal sturen ze me ook echt merken en producten waar ik nog niet bekend mee ben. Dus dan vind ik het altijd wel echt leuk om nieuwe merken te gebruiken. Ik ga starten met een sleep mask van Slip. Het is een silk sleep mask. Deze is super handig, want kan je gewoon in je tas doen als je gaat reizen bijvoorbeeld. Ik vind hem ook echt super mooi van silk, dus sweet dreams. Als tweede een haarproduct van Uai. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar het is een wave spray. Oh, hij ruikt heel erg lekker. Dan een haarproduct van Glam. En daar ben ik best wel bekend mee. Ik heb het best wel lang gebruikt. Het is een super hold styler. En wat ik dan deed is leave-in conditioner in doen. En dan daarna dit. En dat hielp best wel goed. Ik heb best wel een tijdje geprobeerd. En ben wel echt blij dat ik hem weer heb gekregen. Voor de rest haarvitamines van Hairfinity. En van het merk Ico London heb ik dus een mascara gekregen. Een waterproof mascara. En als je hem dus opent is het een soort van tube. En toen dacht ik, oh, what the fuck is dit? Maar het is gewoon echt een mini mascara. Super handig voor in je tas of zo als je nog niet hebt opgemaakt. Dus deze ga ik gewoon in mijn tas doen. Dan hebben we hier, altijd handig, een haarmasker van She Moisture. Deze. Met erin African Black Soap, Bamboo, Charcoal en Tea Tree Oil. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hou echt van haarmaskers de laatste tijd. Dan heb ik een product van Pestle & Mortar. En deze moest ik echt even opzoeken, want ik snapte niet goed wat voor product het was. Maar het is een exfoliate. En dit moet je dus gebruiken nadat je je gezicht hebt gereinigd. En dan daar eroverheen dus met een natte schijfje. En dit helpt dus echt tegen pigmentvlekken, heb ik dus gelezen.
En de dode huidcellen verwijderen. Dus je krijgt er echt een zachte, mooie, egale huid van. Dan hebben we een tanning lotion van Vita Liberata. En ik ben echt een fan van dit merk. Want ik heb een soort van bronzer ervan. Die deed ik altijd op voordat ik mijn foundation opdeed. En het was echt super goed. Het is 100% clean. Organic. Dus ben hier ook echt benieuwd naar. Het is een tanning lotion die trouwens geleidelijk zeg maar een kleurtje opbouwt. Dus niet gelijk dat je helemaal zo vies bruin wordt. Maar echt gewoon dat je het even dagelijks op doet. En geleidelijk een mooi kleurtje krijgt. Dan hebben we hier een vitamine E serum van het merk E-Cooking. Het is vegan, organic en het is deeproefvrij. Apply after cleansing and before going to bed. En deze kan je dus ook gebruiken als aftersun. Heel handig. Dan hebben we hier een skin product. Probiotic Skincare van Aurelia. En het is echt een heel bekend merk. Ik heb het opgezocht en deze serum kost gewoon €73. Het is een glow serum met bio-organic ingrediënten. En dit is echt een anti-aging product. Dus dit zorgt ervoor dat je huid echt gehydrateerd wordt. Maar het is echt een anti-aging product. En ik heb hier heel veel goede dingen over gehoord. Echt heel clean. Dan mijn favoriete product. Het pakketje. En het is dit schattig product van Farsali. En het heet de Unicorn Lip Mask. Dus ik was al heel erg benieuwd. Maar het ziet er zo schattig uit, jongens. Roze met goud. Echt zo cute packaging. Dit is een lip mask. Super handig. Ik heb het echt nodig trouwens. Ik heb echt droge lippen laatst. En hij ruikt heel lekker. Ik ga denk ik ook even laten zien wat mijn favoriete beautyproducten zijn van Lookfantastic. Zo kun je ook een beetje een idee krijgen van wat ze daar eigenlijk verkopen. Allereerst de Laura Mercier poeder. Mijn Real Techniques kwasten. De nieuwe YSL parfum. Narciso Eau de Toilette. Je hebt hier ook een parfumversie van. Die is roze. Wat ik vandaag op heb op mijn lippen is de MAC Whirl. En alle MAC producten zijn daar ook verkrijgbaar. De mascara die ik vandaag op heb is die van NARS, de Climax. Een van de producten die ik altijd blijf kopen, de MAC Prep & Prime Fix. En ik heb eigenlijk de mini versie ervan. Ik vind deze gewoon heel chill. Oh, dat is nog helemaal niet gezegd, maar ik heb mijn nagels gedaan. Ik ben echt zo blij. Ik had al laatst verteld dat mijn nagels dus weer plek had. En op de dag dat ik naar haar toe ging, had ik echt zo'n mental breakdown. Je wil echt niet weten. Ik was op alles boos en iedereen. En toen tijdens het tanken had ik al mijn nagels gemold. En je wilt niet weten op wat voor manier. Ik was echt zo pissig. Ik had dus 4 nagels gewoon letterlijk gebroken. En dat was toen ik letterlijk onderweg was naar haar toe. Dus het was echt gewoon de perfecte timing. Ik ben echt zo blij. Ik heb een andere kleurtje. Voor de mensen die zich afvragen welke kleur ik op mijn nagels doe. Dit is de Biap-behandeling. En dit is de kleur Lady. Dat was me echt zo'n unboxing vlog. Maar trouwens, ik heb deze dus gescoord bij de Albertijn. En altijd als er een nieuw assortiment komt, gaan al de borden in uitverkoop. Dus ik koop ze altijd in uitverkoop. Ik vind deze echt zo cute. Ik heb die kleintjes dus voor €1 gescoord. En ik heb van die grote soepborden. Ik vond deze echt zo cute. Voor €2 gescoord. Ik hou van dit soort borden. Echt, als ik het aan mijn moeder liet zien, zou ze me echt haten. Want dit vindt ze echt helemaal niks. En ze heeft allemaal van die perfecte setjes en zo. Maar ik heb allemaal van die losse borden in mijn laars. Ik heb echt zo erg een almond cappuccino. Normaal gesproken zou ik gewoon naar de Starbucks rijden. Want die is echt letterlijk 5 minuten van mij vandaan. Maar ik ga gewoon lekker mijn eigen amandelmelk cappuccino maken. Ik gebruik altijd deze van Alpro ervoor. En meestal ook de bio versie. Maar die was uitverkocht bij de Albertijn. En dan de ongezoete versie. Ik koop eigenlijk nooit andere merken. Want ik heb gemerkt dat ze niet goed opschuimen. Even proeven. Ja, lekker. Hij is nog een unboxing in mijn vlog. Ik ga stuk. Dit is gewoon een tas. Dat is toch sick? Ik wil kogelvrij vesten. Ik heb inmiddels helemaal omgekeken. Ik heb mijn jas aan en alles. Dan kun je gelijk zien, dus een belangrijk telefoontje. En daar is hij niet mee bezig, maar ik heb het zo warm gekregen met de jas aan. Ik wil me even bij het raam gaan staan. Zo even samen lunchen. Hebben we echt heel lang niet gedaan. En daarna moet ik eigenlijk de hele tijd gaan editen. Ik doe er best wel lang over, want tegenwoordig steek ik er nog meer tijd in het editen. Ik ben al heel erg langzaam met editen, maar tegenwoordig probeer ik mijn vlogs ook gewoon zo leuk mogelijk te maken. Dus het duurt ook wel wat lang, dus ik heb er echt minimaal 2-3 uur voor nodig. Dus het wordt echt zo'n editdag daarna. Ik denk
betekent eigenlijk voor mij ook beter is om het nu even af te sluiten. Zodat ik daarna gewoon gelijk kan editen zonder mijn camera mee te nemen en zo. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende weer. Tot zondag. Doei!